Wow, wat is het? Wie is het? Is die... Wat? Is dit een gigantische duck trio of zo? Yo, Nintendo fans! Weer een nieuwe Pokémon Snap video. Zoals iedere dag. En als je nou ook iedere dag Nintendo video's wil, druk dan op abonneren. Want dan mis je sowieso niks. En dan mis je ook niet dat we nu de Illumina Pokémon gaan zoeken op Dark Ice Island. Ik weet nog niet welke Pokémon het is, maar als je het een vette Pokémon vindt, dan wil ik dat je je duimpje omhoog doet. Mijn target is... Wow, wat is het? Wie is het? Is die... Wat? Is dit een gigantische duck trio of zo? Het is Onix! Het is Steelix! Het is Steelix, hè? Onix hebben we al gezien, het is Steelix, of niet? Oh, daar gaan we. De professor waarschuwt wel dat hij misschien gevaarlijk is. Oh man, ja! Het is Steelix. Oké, hoe gaan we dit ooit doen? Hij is echt kapot snel. Oké, we moeten Fluffroot in de gaten gooien. In de hollen. Daarin bijvoorbeeld. Oh nee, Fluffroot. Dat is natuurlijk niet een Illumina Orb. Dit is Fluffroot. En dan moeten we... Ja, oké. Okay. Oh, daar is die. Daar is die. Hier. Kijk hem. Was die... Had ik hem nu soort van geïllumineerd of niet? Oh, wacht even. Daar, ja. Ja, daar is die. Daar is die. Oh my goody. Wat is die cool. En wat gaat die hard? We moeten gewoon in al die gaten Fluffroot gooien. En dan komt hij eruit als een malle jongen. Wat cool. Oh, je voelt ook echt de spanning door de muziek en alles. Oh, daar is hij weer. Ik heb echt alleen nog maar slechte foto's, maar dat boeit niet. We krijgen vast nog wel een goede foto. Oké, okay, kom je nog een keer nu als ik hier Fluffroot in gooi? Of hier Fluffroot in gooi? Nee, hè? Nee, jij komt straks voor mij, hè? We moeten Illumina Orbs gaan gooien. Ja, daar komt hij waarschijnlijk wel op af. Oh, daar is hij. Oh, daar. Maar we moeten hem nu volgens mij illumineren. Oké, okay, wat zien we hier? You can sense a presence within the fog. Oké, we moeten scannen. Jongens. Oh my god, dit gaat toch veel te vlot, joh. Dit is absoluut niet makkelijk. Ja, daar. Ja, ik heb hem geraakt. Lekker. Oké, we moeten dit telkens scannen. En dan komt hij denk ik na de scan of zo. Ja. Oh my... Wat? Hij is zo snel. Oké, nu moeten we nog één hoek scannen daar. En dan komt hij hier vandaan. Let's go. Ik ga mijn camera een beetje hier houden. Dat als hij hopelijk omhoog komt... Kom nou. Kom nou, hij komt niet meer, hè? Hij komt niet meer. Hij heeft geen zin meer. Ik ben zo benieuwd naar al mijn mislukte foto's. Nou, hij komt denk ik niet meer achter me. Nee, ik denk dat hij straks weer hier komt. Kijk, ik hoor al iets harder geluid nu. Hij komt daaruit, hè? Je komt sowieso daaruit. Hier, ik heb Fluffroot voor je. Ja, ik hoor hem. Ik hoor hem, maar ik zie hem niet. Oh, wacht even. Hier, in dit gat misschien. In dit kleine gat, hier. En dan Illumina Orbs erop. Of moet ik nu eerst scannen? Ik moet eerst scannen. En dan de Illumina Orb op de kristalballon, denk ik. Die is moeilijk te raken. Ja, ik heb hem. Kom op. Kom op, Onix. Hier nog een appeltje in of zo. Oh, hier is die. Hier is die. Hier is die. Ja, nice. Ik weet alleen niet of dit een goede foto was. Oké, okay, kom niet meer daaruit. Oh, dat was hem ook echt. Maar we moeten nog ergens naartoe van de professor. Hij heeft nog iets gezien terwijl we op Steelix aan het jagen waren. Die kant op. Oké. Het is door mensen gemaakt. En we moeten daar naartoe volgens de professor. Oké. Laat me even een slok water nemen. Ja, wat is dit voor een plekje, professor? Waar gaan we naartoe? Gaan we nu naar de... Ancient Ruins? Wacht even. Deze grot heeft te maken met de Illumina Pokémon. Met alle Illumina Pokémon? Is dit het geheim van de Illumina Pokémon? Wat is dit? Oh ja, kijk. Oh, maar er is er nog één. Ja, de mural is oud. En er is een stuk weg. Maar het moet te maken even met de Lentil Legend, zegt de professor. Ja, 2000 jaar oud, jongen. Rita vraagt, is het echt zo oud? Ja, ik denk het wel. Kijk maar, want hier zie je de meteorieten van vroeger. Dit is wel cool gedaan, zeg. Kijk, de professor die snapt het. Hij zegt, is er een andere Illumina Pokémon die hier in het midden hoort? Ja, er is er nog één, jongen. Sowieso. Maar deze Illumina Pokémon, die hebben dus de wereld beschermd of Lentil beschermd tegen de meteorieten die je hier ziet. Maar alle vijf die we nu hebben gezien, draaiden om één centrale Illumina Pokémon in de Lentil region. Welke zou dat dan zijn? Ik hoop dat ik trouwens een goede Steelix foto heb. Ja, kijk, we kunnen in ieder geval een foto inleveren. Ik heb 1 en 2 sterren foto's. Ik heb hier op de 2 sterren foto's niet zijn hoofd. Heb ik ergens überhaupt wel zijn hoofd? Ja, ik heb hier zijn hoofd, maar deze telt niet. Hier heb ik de achterkant van zijn hoofd. Oh, Steelix is super moeilijk om op de foto te krijgen, man. Nou, dan gaan we maar voor deze. Let's go. Ik verwacht geen diamond, jongens. Nou, dit gaat toch aardig de goede kant op. Hij is wel gewoon diamond.
Super nice. En daarmee gaan we gewoon naar level 2. By the way, de professor heeft toch weer wat nieuws. Maar je hebt me net al van alles en nog wat lopen vertellen. Er is blijkbaar dus nog een vijfde Illumina Pokémon. Wedden dat hij het daarover gaat hebben? Kijk, kijk, kijk. Oh! Alle 15 punten, die komen nu samen naar een nieuw punt. Het is natuurlijk een zesde Pokémon, hè. We hebben al 5 Illumina Pokémon. Maar er is een zesde. Oh, snap. Oh, snap. Daar gaan we. Het laatste feestje. En dat is hier. Wat gebeurt hier? Nee, maar ik zei net dat er nog een vijfde was. Maar we hebben er natuurlijk al 5. Er is nog een zesde. De professor zegt, die muurschildering, die heeft mijn hele theorie op zijn kop gegooid. Er is niet alleen nog een andere Illumina Pokémon. Maar ze zijn er al voordat de meteoriet insloeg. En Rita zegt, ben jij gewoon enthousiast nu, professor? Ben jij enthousiast? Het is een fascinating discovery. Het is niet wat ik had verwacht. En we hebben al onze data. En dat leidt allemaal naar één plek. En op die plek is ook een heel zwak signaal van een Illumina Pokémon. En veel die vraagt, waar is dat dan? En de professor zegt, ja, dat is lastig. Er is een klein eilandje die niet eens op de map staat. En het heet Aurus Eiland. De allerlaatste expeditie. Ja, maar wacht even. We konden ook nog 's nachts naar het strand opeens tijdens de vorige video. Ik wil eigenlijk gewoon weten wat daar is. Voordat we het allerlaatste gaan doen, moeten we dit natuurlijk ook wel even gedaan hebben. Want wat is er nou zo bijzonder aan het strand bij nacht? Ik zie daar sowieso een driftblimpje daarboven. En ik zie Zangoose en heel veel Vervillions. Waar is die Driftbloom? Driftblim bedoel ik. Daar is die. Eens even kijken hoor wat hier allemaal gaande is. Hallo Zangoosie. Hallo Vervillions. Wat zwemt daar in het water? Die, dat zijn Inkays. Oh, oké, okay, die hebben we ook nog niet gezien. Weer allemaal nieuwe Pokémon. Cool, vet. Hey, what up Zangoose? Hier, appel. Yo, Driftblim. Nou, hij is weer lekker aan het slapen daar. Zangoose gaat een lekker appeltje eten. Nom, 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 nom. Oh, daar wordt hij wel blij van. Zouden we trouwens ook superiors hier gaan vinden dan? Dat doen we nu we Zangoose ook hebben. It looks like a blade is being sharpened. Een mes wordt oh, ja, kijk, daar is die. Daar is Seviper. Daar is die. Ja, ik dacht het al, hoor. Oké, en hier. Wat gaan we hier allemaal zien? Wat zijn hier voor nieuwe Pokémonnetjes? Sowieso nog een keer een inkeetje daar zo. Laten we even linksaf gaan. Even kijken wat er hier links is. Zou hier nog een nieuwe Pokémon zijn? We zien wel Corsola daar. Hallo. Die zit lekker te chillen daar zo. We zien de Marini daar boven op de berg. Oh, ik had hem bijna er vanaf gaan meeten met een appel. Oh, kijk, hij komt al. Deze Zangoose is boos. Die moet even naar Tim Hofman bellen. Hey, Velossums. Nou, daar gaan ze weer. Lekker dansen met z'n allen. Oh, ik ben dat Crystalbloempje daar helemaal vergeten. Wat gebeurt er als ik die aanzet? Niks meer zo te zien. Wat krijgen we dan op het volgende strandje? Octillery en weer Raichu. Ja, en dit moeten wel Sandy Guest zijn. Ja, kijk, 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 daar is die, daar is die. What up, Sandy Guest? Hallo, eet smakelijk. Oh nee, je hoeft niet. Nog meer Sandy Guest. Oh, deze doet het niet. Deze heeft geen zin. En dit dan? Oh, deze wel. Hey, Octillery. What up? Oh, wacht even. Wat gaat hier gebeuren als ik deze trigger? Ah, Octillery rent weg. Octillery, oh, wow, rustig. Yo, wat doe je allemaal, jongen? Octillery had er even geen zin in. Yo, het lijkt net alsof deze Zangoose gewoon zijn middelvinger opsteekt. Dat hij gewoon zo... Dat is een middelvinger. Ik heb 3 sterrenfoto's van Inkay. Cool. Dan Seviper. Ja, Corsola, die hadden we al. Ik had nog geen 1 sterrenfoto van Blossom. Nou, helemaal top. Dan Sandy Guest. Pakken we deze. Oeh, en een 3 sterrenfoto van Octillery. Maar ook een 1 sterrenfoto van Octillery. Ik denk dat die 1 sterren beter is. Zangoose, steek je nou echt die middelvinger naar me op of wat? Vind ik wel een vette foto trouwens dit. Met die Executor daar op de achtergrond. Die is wel nice. Ja, daar krijgen we ook gewoon een diamondje voor. Nice. Wat krijgen we voor Driftblim? Daar krijgen we ook diamond voor. En voor deze leuke in-cave foto dan. Die vind ik echt cool. Hij kijkt ook zo vrolijk. Heel cool. Ah, net geen diamond. Seviper die hier uit de bosjes kwam. Of Seviper. Ik denk dat Seviper is. Ook net geen platinum. Dan de Bellossom foto. Die krijgt wel een platinum. A.k.a. diamond. A.k.a. gewoon een goede foto. Dan Sandy Guest die hier boos is. Die krijgt maar zilver. Octillery krijgt wel diamond. En dan wil ik eigenlijk dit level gewoon even op niveau 2 spelen. Mag dat? Nee, want we hebben daar 50.000 punten voor nodig. Oftewel, ik doe gewoon nog een rondje. We kunnen nu natuurlijk wel eventjes langs de andere kant. Want hier zijn gewoon 2 kanten. Dus dan gaan we nu gewoon lekker hier naartoe. En dan gaan we eens kijken of we deze Magikarp hier kunnen resurrecten.
Heel nice. Evolueer nou even in een Gyarados, jongen. Kom op, je bent nu in het water gevallen. Evolueer eventjes gewoon. Nee? Helaas. Oh, die hadden we ook nog niet. Clamperls. Laat ik eerst eventjes hier deze christenbloem aan gaan zetten. Kijken of Octillery daar blij van wordt. Ja, dat is leuk. Die gaat even gewoon met zijn inkt spuiten. Dan hier, Clamperls. Die hadden we dus ook nog niet. Dus even kijken wat die allemaal doen. Oh. Ga maar even open. Kan ik muziek afspelen? Waarom zijn jullie nu allemaal dicht? Jongens. Jullie waren net zo leuk aan het spelen met z'n allen. 16.000 punten nodig. Hoppakee. Lekker. Level 2. There we go. Level 2. Het strand. Bij nacht. Gelijk een krabral hier naast me, jongen. Wat doe jij hier, jongen? Hé, waar ben je zo snel naartoe gerend, joh? Ben je nou opeens hier? Oh, jij rent inderdaad wel aardig snel, ja. Ja, krabrallers, die hebben soms ruzie met executors. En zengoosies, die hebben soms ruzie met survivors. Dus ik ben wel eventjes benieuwd of zij samen ook ruzie maken. Oh, kijk, kijk, kijk. Kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij. Kijk ze vechten! Kijk ze vechten, jongen! Kijk ze vechten! Kijk hem wegrennen, holy moly. Kijk dan, ze gaan helemaal los. Dit is te grappig. Wee. Oh my gosh. Rustig aan, oké, tot ooit. Doei. Oké, we zien extra Puyokumuku. Die zijn aan het handje drukken. Of armpje drukken. Ja, in hun geval noem je het handje drukken. Dit is geniaal. Raichu, die ligt nu lekker hier een beetje te tukken. Die heeft de plek van Magikarp ingenomen. Oh, daar is nu Survivor. Oh, oké, die gaan battelen. Survivor en Octillery gaan battelen. Octillery doet zijn ogen dicht. Die is toch een beetje bang voor Survivor. Hij is een beetje bang. Survivor, doe eens lief. Doe eens even lief tegen Octillery. Wingull is hier ook lekker aan het tukken. Die denkt ook, nou, dikke doei. Vandaag ga ik lekker slaapje doen. Clamperl is hier lekker aan het chillen. Het is een gekke Pokémon trouwens, ook Clamperl. Die vind ik wel een beetje raar. Oh, de Driftblooms die vliegen allemaal over. Heeft die... Wat hebben ze in hun handen? Ze hebben Clamperls in hun handen. Nee, ze nemen Clamperls mee naar het hiernamaals. Ha, daar zit ook nog een Pyukumuku. Die zit er ook nog iets te doen. Die is aan het zwaaien daar. Hallo. Oké, Sandygast. Crabrawler, wil je vechten met Sandygast? Sandygast, kom. Kom. Nee? Oh, hij komt niet. Omdat Crabrawler nu aan het eten is. Eerlijk, hier gebeurden wel een paar super grappige dingen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Of zijn... Jullie zijn aan het zoenen. Kijk, ze zoenen, jongen. Deze twee zijn verliefd. Dit zijn verliefions. Niet te verwarren met Leafeon, trouwens. Doei, Octillery. Doei. Dat is wel een geinig Pokémonnetje om naar te kijken, hoor. Hey, kijk, we hebben nu 4 sterren Crabrawler foto's. Omdat hij aan het wegrennen was van Executor. Crabrawler doet gewoon stoer. En vervolgens dan smeert hij hem gewoon. Dan denkt hij van, ja, dag. Kijk, kijk die Executor hier. We hebben 3 sterren Pyukumuku fotootjes. Pyukumukuluku. Maar 2 sterren Raichu foto. Die hadden we ook nog niet. Omdat hij dus nu ligt te maffen met zijn dikke reet. Ja, en deze foto's van Drifblim, die zijn ook 3 sterren waard. Ik wil echt niet weten wat ze die Clamperl aan gaan doen, hoor. Drifblim is echt serieus een hele duistere Pokémon. In de beschrijving van Pokémon Sword and Shield staat dit. Hij grijpt mensen en Pokémon. En hij draagt ze ergens anders naartoe. Maar waar? Dat weet niemand. Het gaat je goed, Clamperl. En met deze zeer opbeurende quote eindigen we deze video. Maar in de volgende video gaan we op zoek naar de laatste Illumina Pokémon. Ik ben super hyped. Als jij dat ook bent, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!